Wie ben allemaal nou bewust? Met hetzelfde verhaal en dezelfde historie en dezelfde taal. Mooie woorden van Bukkers. Welkom hier op de Markelse Barg in Markel, het Neder-Saksisch voor Markelo. En ik spreek die taal graag. Die taal die zit diep in de genen van de Overijsselse inwoners. Het is een taal die uitstraalt humor, betrouwbaarheid, maar ook nuchterheid. De Neder-Saksische taal die zit diep geworteld in onze Overijsselse samenleving. De Neder-Saksische taal die leeft en die verbindt vroegere generaties, maar ook met toekomstige generaties. En daarom is het belangrijk die Neder-Saksische taal een podium te geven en vol trots uit te dragen. En gelukkig zijn er meer mensen die er zo over denken. Ja, doorgeven is denk ik van belang. Niet alleen de taal, maar eigenlijk alle cultuuraspecten die erbij horen. Noorderschap of ethos qua werken zijn ook wel zaken die toch echt wel aan dat Neder-Saksisch gekoppeld kunnen worden. Er is een mooie uitspraak in het Neder-Saksisch: vaak ben je te bangen. En ik denk dat dat hier ook weer voor geldt. Kom er maar vooruit dat je Neder-Saks bent. Maart is de maand van de streektaal. En ik heb mij als statenlid ervoor ingezet dat de Neder-Saksische taal een plek zou krijgen in de statenvergadering van 3 maart. En dat is gelukt. En er zijn nog meer activiteiten, zoals een poëziewedstrijd en lespakketten voor de 160 basisscholen in Overijssel met de titel Wiesneus. En kan hier ook wat plat praten? Oftewel, hoe is het met jouw kennis van het Neder-Saksisch? Dan heb ik wat moois. Laat je inspireren op 1 maart op het webinar Neder-Saksisch. Gratis. Streektaal-experts vertellen over de historie van het Neder-Saksisch. Ze testen jouw kennis. En ze vertellen nog eens prachtige verhalen. Dus ik zou zeggen, ga op 1 maart voor de computer zitten. Mooi kijken, maar laat u vooral ook horen. Maar als je plat kan praten, dan moet je het niet laten. Bukkers, trap hem maar aan. In het westen de Randstad, en in het oosten de Bruis. Dat is de kant van de IJssel, dorst die bier.